Goeiedag allemaal. Het is vandaag zaterdag 28 juli, 7:30. Nou, en we hebben een mooi weekje achter de rug. Hè. We hebben het vorige week er al over gehad. Warm weer, tropisch weer bij kant. Hè. Meer dan 25 graden, hartstikke warm. En dat kun je dan ook gelijk zien in het land. Hè. Want de graangewassen, we hadden het al voorspeld, die gaan natuurlijk heel snel rijpen op deze manier. En ja, als je nou door het veld rijdt, dan zie je wel dat er een enorme kleurverandering plaatsgevonden heeft. En de eerste maaidossers, die hebben we al buiten gezien. Het was natuurlijk een prachtige week om zomaar ineens van die zomer te genieten, waar we zo lang op hadden gewacht. Hè. Eindelijk was het dan zover en eindelijk konden de mensen naar buiten, naar de stranden en overal waar je kunt genieten van de buiten en van de natuur. Maar wij boeren, wij hebben natuurlijk meer te doen, hè? Want we kunnen natuurlijk nou op dit moment wel genieten van het weer. En dan moeten we nog wel eens goed voor de gewassen, maar we hebben ook een hoop werk te doen. Kijk, en als straks die eerste combijns naar buiten gaan, dan zie je dat graan wordt verzameld en dat moet ergens naartoe. Het moet opgeslagen worden. Ja, en wat krijg je dan? Dan zie je dan op de wegen overal die tractors en die grote wagens met graan rijden naar de verzamelpunten. En dan die burgers die zitten erachter in de auto. En die kunnen er niet voorbij. Hè? En die worden geïrriteerd en die willen er toch passeren. En die veroorzaken allerlei gevaarlijke situaties. En die verwensen dikwijls een tijdje die boeren die op de weg zijn. Maar ze vergeten niet een ding. Dat die mensen die op de weg zijn, die boeren met die tractoren en die wagens, dat daar eten in zit. Dat is hun eten wat ze straks terugkrijgen op een bordje via een stukje brood of wat anders. Dus automobilisten, houden we eigenlijk een beetje in als je inderdaad op de weg bent en je zit toevallig achter zo'n tractor en je kunt er niet voorbij en het is gewoon een provinciale weg, blijf dan een klein beetje erachter hangen en zorgt en bewaar uw geduld, want de wereld die draait toch wel deur. Of dan ga je nou een half uur later of eerder op een bestemming zijn. En die boer die kan niet veel later, want dat mag hij ook niet. Want dan krijgt hij weer van de politie op zijn kop. Hij moet op een bepaalde manier zijn snelheid vasthouden. En dat doen ze wel, want vooral de meeste van die jonge mannen die op die trekkers zitten, die geven hem gas zo hard mogelijk en zo snel mogelijk naar het depot. Want ze willen ook weer zo snel mogelijk terug zijn om natuurlijk weer de volgende vracht te halen. Kijk, en natuurlijk, wij boeren die op de weg zijn, we mogen nog best een klein beetje rekening houden natuurlijk met die automobilist. Als je in een spiegeltje ziet of je ziet achter hoe dat er een enorme rij met auto's achter hangt en je hebt dan de kans om een beetje uit te wijken en ze laat ze dan voorbij en blijft natuurlijk dan niet arrogant doorrijden met de gedachte van nou ja, gewacht maar. Hè. We kunnen elkaar in dat opzicht een beetje helpen. Dat is ook een vorm van public relations hè, die we hebben. We moeten zorgen dat we een klein beetje rekening houden met elkaar, want dat is belangrijk. Maar nogmaals, er zal ontzettend veel transport zijn op de weg de komende tijd. En ja, elke automobilist die op het platteland rijdt, die zal ermee te maken krijgen. Maar als je het ziet, dan weet je wat erachter steekt. Hè. Het is geen opzet, het is gewoon bittere noodzaak. En dan komt het automatisch natuurlijk op het punt van oogsten en bewaren. Want je kunt natuurlijk wel een prachtige oogst hebben en een heleboel graan halen of een heleboel aardappelen van uw veld, maar ze moeten wel ergens naartoe. En dat is natuurlijk tegenwoordig in Nederland een belangrijk punt. Wij zijn in Nederland wat dat betreft ontzettend geavanceerd. Hè? We kunnen alles goed bewaren. Neem nou bijvoorbeeld het graan. Kijk, dat we hier vroeger gewoon over het algemeen bij de boer thuis bewaard. Hè? In zakken of los. Met het gevolg dat je natuurlijk een enorme hoeveelheid verliezen ook had. Want dat lag dan in de schuur en dan moest daar heel de winter min of meer in de schuur liggen. Dikkels het hij ook nog niet eens gedorsen, gewoon in graan, dat dan in de winter gedorsen weer. Dat was een walhalla, een paradijs, een hemel, natuurlijk voor ongedierte. Want het stikte van de muizen, het stikte van de ratten. En wat je dan gelijkertijd ook had in die schuren natuurlijk, dat waren een hoop katten. En katten, die hadden toen nog een echte functionele betekenis. Hè? Want een kat in een boerenschuur, dat was nog geen naaikat, dat was geen kat die zei poesje poesje kom eens bij me zitten en dat hij dan krollend en krollend bij je kwam. Nee, dat waren echte schuurkatten, die waren schuw en die hielden zich schuil in de schuur en die zorgden ervoor dat de muizenpopulatie voor een groot deel een klein beetje onder controle bleef. En dat hadden natuurlijk ook met uilen, schuuruilen, die waarvan de openingen in de schuur werden gelaten zodat zo'n uil binnen kon en daar zijn werk kon doen. Functionele dieren waren dat en die ontzettend veel betekenden voor het bewaren van de oogst. Maar ja, dat is tegenwoordig allemaal voorbij.
Als je nou graan hebt, ja, dat gaat dan allemaal direct naar de depots. En dat gaat bijvoorbeeld, ja, hier in het zuidwesten waar ik dan over spreek, zie je het bij de particuliere graanhandelaren. Maar voornamelijk zie je het gaan naar de CZAV. Dat is een grote regionale coöperatie. En die slaan dat op voor die boer. En ja, dat wordt dan in de loop van het jaar wordt dat verkocht afhankelijk van de marktprijzen. En op die manier wordt er dan, ja, voor die boer en die aangesloten is bij zo'n coöperatie, geprobeerd een zo goed mogelijke prijs te bereiken. En als we de krantenberichten mogen geloven, dan wordt het dit jaar een heel goed jaar. Er is een tekort aan maïs, er is een tekort aan graan. En dat betekent in feite allemaal dat er natuurlijk hogere prijzen zullen zijn. En dat betere prijzen. En dat is goed voor de boer, want ja, die heeft wel wat, die kan wel wat extra gebruiken. Want er is ontzettend veel ingeteerd in de afgelopen jaren. Dus we zijn hoopvol gestemd. Maar de bewaring is natuurlijk belangrijk. Goede bewaarconditie. Kijk, het weer moet natuurlijk ook een beetje meespelen. Kijk, als we nou straks gaan graan oogsten en het is lekker droog, hè, en de zon die knispert over het graan en je gaat dan met je maaidosser daarin en het graan is dan maar, heeft een vochtgehalte, laten we zeggen, van een procent of 14, dan zijn we het manneke. Want dan hoeven we er niks aan te doen, dan kan het dan gelijk bij de depothouder in de silo en daar blijven zitten tot het moment dat de verkoop is aangebroken. Maar ja, het kan ook heel anders. Dat hebben we ook vaak genoeg meegemaakt. Dat je geen keuze hebt, het is nat en je moet dat graan binnenhalen en dan zit er soms 17, 18, 19 procent vocht. Ja, dan heb je geen andere keuze dan te drogen. En drogen, dat, ja, gebeurt bij warmte, dat gebeurt bij energie, dat is allemaal, dat kost allemaal geld. Kijk, en nou als je het over de duurzaamheid hebt, kijk, de zon die kan ons ontzettend helpen bij de beperking van de energiekosten in de bewaarkosten. En dat geldt natuurlijk ook voor aardappelen en uien, want die zijn nog veel gevoeliger voor een bewaring. Kijk, vroeger, en dan praten we lang geleden, dan konden de aardappels jagen, dan gingen erpels rooien, wat bleef ermee? Hè? Dan werden ze in lange kuilen op het land gegooid, in die bergen, dan ging roggenstro over als kon. En dan werd er grond op gegooid en dan hoopte maar dat je dat geregeld af kon leveren en verkopen. Maar dat was natuurlijk een bewaring van niks, want die aardappelen die gingen in kwaliteit keihard achteruit. En tegenwoordig gaat dat prachtig, ze worden gerooid. Ze worden naar de schuren gebracht, naar de bewaarschuren, dan komen ze binnen. Daar is een compleet computergestuurd systeem dat de koeling en de bewaring regelt. En die aardappelteler die hoeft niks anders te doen dan zijn computer in te programmeren. En de computer doet de rest. Maar ook daar heb je dat natuurlijk weer te maken met de buitentemperaturen. Want dat helpt weer enorm veel in de besparing van energiekosten. Want is het natuurlijk buiten gloeiend heet, dan kun je moeilijk koelen. Dus dan moet je mechanisch koelen met extra kosten. Maar goed, het is allemaal mogelijk. De patatten, de erpels kunnen we tegenwoordig bewaren. Als je ze nou in september aan het oogsten bent, dan kunnen ze bewaren in een prima conditie, bij wijze van spreken tot juni, tot de volgende oogst zich weer aandient. Nou, dat is knap werk. En dat hebben wij in Nederland allemaal voor elkaar gekregen door kennis en door inzet van bedrijven die daar zich echt op gespecialiseerd hebben. En vandaar ook dat Nederland natuurlijk een heel belangrijk land is op het gebied van productbewaring in de agrarische sector. Die kennis die kunnen we over heel de wereld uitbreiden, dat hebben we ook gedaan. Overal wil men eigenlijk wel gebruik maken van wat wij hier in Nederland hebben weten te bereiken op dat gebied. En dat is prachtig. Want ja, kijk, vroeger, als je dan met zo'n erpel aankwam, dan zat hij vol met scheuten en hij was helemaal gerimpeld. Ja, en dat was dan hoe patatje. We weten nog wel dat we bij de burgers, bij ons in Durp, die moesten dan een wintervoorraad hebben voor de erpels. Hè. En dan reden met je wagen, met allemaal zakken van 20, 25 of 30, 40 kilo naar die burger. En die werden dan in de kelder gezet. En dan moesten ze de wintervoorraad mee deur zien te komen. Nou, als je dat ziet hoe dat tegenwoordig is, als je nou naar een supermarkt gaat en je ziet die prachtige erpels gereed liggen in van die mooie verpakking, ja, het hele jaar door. En was ook vandaan komen over heel de wereld, maar uiteindelijk zijn het de Nederlandse aardappel die nog steeds, laten we zeggen, favoriet is en het hele jaar door van een topkwaliteit. Dus ja, dan moeten we natuurlijk best heel erg goed beseffen dat dat allemaal mogelijk is. En dat kost wat geld en dat kost wat tijd, maar daar krijg je ook wat voor terug. Ja, en dan gaan we nu beginnen aan de oogst. Hè. De tijd komt eraan. En iedereen die in Nederland nog vakantie heeft, en dat zijn er velen, ja, die zullen ermee te maken krijgen. Maar wij boeren, voor ons is het
De vakantietijd, die komt. Hè? Die komt wel. We gaan nou eerst eens even zorgen dat we alles netjes binnenkrijgen. Want onze portemonnee ligt buiten. We hebben er alles in geïnvesteerd. En nou gaan we, hopelijk, gaan we cashen, zoals ze dat noemen. Nou ja, dat kan nog even duren. Want de patatten worden over het algemeen niet onmiddellijk verkocht. Er zijn er wel, maar de meeste gaan in de opslag. En dan heb je natuurlijk over de uien niet te vergeten. De uienoogst is al aan de gang. Dat zijn dan de plantuien. Die hebben we allemaal al binnen zien komen. Geroken toch als je over de weg reed. En ja, de prijs valt eigenlijk tegen. Ja, dat is niks aan te doen. Dat is een vrij product en je kunt het contracteren. En dan krijg je een bepaalde cent afhankelijk van de wereldmarkt. En zo zit dat leven van een akkerbouwer voor een groot deel in elkaar. Hè? Wij weten nooit precies van tevoren wat we in onze portemonnee zullen krijgen. We doen ons best, we doen ons uiterste best om er een prima product van te maken. Maar dan komt die oogst, dan komt die bewaring. Dan moet het, ja, en dan moet je afwachten, wat doet de markt. Maar goed. We hebben daarmee leren leven en als je dat als akkerbouwer natuurlijk niet kunt, dan kun je beter stoppen en een ander baantje kiezen waarvan je zeker weet dat je elke maand of elke week hoe vast de salaris zit. Maar ja, dat zeiden ze bij ons vroeger in Durp ook. En vast inkomen, dat is vaste naar een moei. En ja, dat zullen dan ook moeten accepteren. Dan zit er nooit van zijn leven eens een extraatje in. Hè? Maar goed, mannen en vrouwen, tegen regent afgelopen nacht, nou, dat was helemaal niet verkeerd. Want ik sta hier nou buiten en het is zo lekker fris. De natuur is in al zijn glorie hier aanwezig. Het is nog vroeg en er is geen zon vandaag, maar dat is ook helemaal niet erg. We hebben zon genoeg gehad. We zijn blij met het weer wat er nou is. Maak er wat moois van. En ik zou zeggen tot volgende week. En dan zijn we volop aan het maaidorsen. En denk erom, als je achter zo'n tractor zit, waardeer die boer. Want die brengt jouw eten naar een opslag. En dan ga je het heel jouw deur. Zonder enige zorg hoe boterhammetje kunnen smeren. Dat moet je niet vergeten. Houdoe. En ja, tot volgende week.